Vandaag wil ik de return to home functie bespreken en in de praktijk uitproberen met drie verschillende DJI drones. Return to home is niets anders dan het automatisch terugvliegen naar uitgangspositie na een bijzondere omstandigheid. Daarom zijn er drie soorten return to homes. Eerst de smart return to home. Deze wordt zelf geïnitieerd door de dronepiloot. Bijvoorbeeld omdat de controle over de drone verloren dreigt te gaan. Dan is er de low battery. Wanneer de accuspanning zodanig laag is geworden dat er nu direct teruggevlogen moet worden, geeft de drone dit aan en vliegt gewoon terug. En dan is er nog de fail-safe. Wanneer een verbinding tussen de drone en de controller is weggevallen, komt de drone automatisch terug naar het homepoint. Ik wil de Return to Home uitproberen op de Mavic Mini 2, de Mavic Air 2 en de Mavic Air 2S. Alle drie gevlogen met de DJI Fly app. Ik probeer als eerste de Mini 2. Wanneer er voldoende satellieten voorhanden zijn, zal het satellieticoontje verkleuren van rood naar oranje naar wit. Bij de witte kleur zal de drone automatisch het homepoint bepalen. Een vrouwenstem zal klinken en zeggen dat het homepoint geüpdate is. The home point has been updated. Please check it on the map. De hoogte waarop de drone moet terugvliegen, moet in alle drie gevallen met de hand worden ingesteld. Stel een hoogte in die in elk geval hoger is dan het hoogste obstakel in de buurt. Ga daarvoor naar de drie puntjes. En stel bij safety de RTH altitude in. Ga dan naar advanced safety settings en bepaal wat de drone moet doen bij een signal lost. In dit geval return to home. Ik zal nu eerst met een drone even laten zien waar ik me bevind. Take-off. Na take-off zal het homepoint nog een keer geüpdate worden. The homepoint has been updated. Please check it on the map. In de attitude indicator is het homepoint zichtbaar als gele cirkel met een H. Return to home activeren kun je doen door de return to home button op de controller of de return to home icon op het scherm in de Fly app te activeren. Go home. Wanneer de smart return to home is geactiveerd, stijgt de Mini 2 onmiddellijk naar ingestelde RTH hoogte en komt op die hoogte terugvliegen. Vlieg je nou toevallig hoger als de ingestelde waarde, dan komt de Mini 2 terugvliegen op de hoogte waarop het zich bevindt. Dus hij zakt niet eerst naar RTH-hoogte. Landing. De Mini 2 heeft geen precisielanding. En het is daarom onwaarschijnlijk dat het precies op het landingsplatform terug zal keren. Daarom is het goed om te weten dat je het return to home proces altijd kunt afbreken. En hoe kun je dat afbreken? Door wederom de return to home button op de controller te drukken of het rode kruis op het scherm in de Fly app. Hier stop ik de return to home omdat anders de drone in het hoge gras zou landen.
is echter op ongeveer een meter van startpunt teruggekeerd en dat is een mooi resultaat. Een low battery en fail safe return to home heb ik niet getest. Voor het inkomen van de fail safe moet er minimaal 11 seconden geen signaal zijn tussen controller en drone. Dan pas komt de drone vanzelf terugvliegen. Als tweede drone neem ik de Mavic Air 2. De Air 2 beschikt wel over precisielanding. Hiertoe moet het home point geüpdate zijn en mag tijdens de vlucht niet worden gewijzigd. Dit omdat anders de drone niet de omgeving heeft gefotografeerd en dus kan er geen precisielanding plaatsvinden. Dan moet de drone minimaal 7 meter recht omhoog gevlogen worden alvorens weg te vliegen. En de landingsplek mag niet te licht of te donker zijn. Voor een smart return to home, als de R2 minder dan 50 meter verwijderd is van het home point, dan vliegt hij terug op de huidige hoogte. Als de R2 meer dan 50 meter ver weg is van het home point, dan vliegt hij eerst naar de ingestelde return to home hoogte en komt daarna terug. Is die nou hoger als de return to home ingestelde waarde? Dan zakt hij niet terug, maar komt op die hoogte terug. Go home. Landing. En als laatste drone neem ik de Mavic Air 2S. De Air 2S beschikt ook over precisielanding. Hiertoe moet het homepoint geüpdate zijn en mag ook hier tijdens de vlucht niet gewijzigd worden. Dit omdat anders de drone niet de omgeving heeft gefotografeerd en dus dan kan er ook geen precisielanding plaatsvinden. The homepoint has been updated. Please check it on the map. De drone moet minimaal 7 meter recht omhoog gevlogen worden, alvorens weg te kunnen vliegen. En de landingsplek mag ook hier niet te licht of te donker zijn. Voor een smart return to home, als de Air 2 minder dan 50 meter van het homepoint is, dan vliegt hij terug op de huidige hoogte. Als hij meer dan 50 meter weg is van het homepoint, dan vliegt hij eerst naar de return to home ingestelde hoogte en komt dan terug. Go home. Een low battery en een fail safe return to home heb ik ook hier niet uitgetest. Voor het inkomen van de fail safe moet er hier 6 seconden geen signaal zijn geweest tussen controle en drone. Dan pas komt de drone vanzelf terug. Landing.